En bij ons de directeur van de nieuwe BIEB. Anja, hoe blij ben je? Ik ben erg blij, want we hebben een proces van 5 jaar afgerond. Het is fantastisch geworden, maar dat gaan we zo zien. Ja, we gaan wel een rondje maken. We zijn hier boven op de eerste verdieping bij De Weide. Dat is de hoek en de plek waar 0 tot 4-jarigen en hun ouders en grootouders zich heerlijk kunnen vermaken met allerlei verhalen, versjes en liedjes. We zijn hier bij het werkatelier, ook op de eerste verdieping. Dit is de plek waar allemaal mooie dingen gemaakt kunnen worden naar aanleiding van verhalen of waar proefjes, experimenten gedaan kunnen worden. En op de mooie dingenwand wordt alles weer geëxposeerd. We staan hier aan de bovenkant van de tribune. Het podium, we noemen het de vloer, is de plek waar we onze groepen ontvangen, waar ook kleine voorstellingen gegeven kunnen worden samen met Theater Het Mozaïek. Een plek om elkaar te spreken, je verhaal voor te dragen, je mening te uiten. Dit is de iPad-tafel. Dat is de plek waar we met kleine groepen kunnen zitten. Waar bijvoorbeeld een politiek debat gevoerd kan worden. Of een interview met bijvoorbeeld de burgemeester of een bekende wiegenaar. Er kan een filosofiegesprek gehouden worden. De leesgroep kan hier zijn gelezen boek bespreken. Van alles is hier met elkaar te delen. En dan staan we hier bij de tafel van. Dit is de plaats in de bibliotheek waar we het gesprek met elkaar kunnen hebben over allerlei dingen die ons in ons dagelijk leven bezighouden. En de tafel wordt rondom thema's gevuld en het wordt ook verder uitgevoerd door mensen met een eigen bedrijf of een organisatie die met dit thema werkt. En de komende maand is dat Martine Huurman. En bij ons gedragsdeskundige Martine Huurman. Martine, is er een probleem met de jeugd in Wijchen? Is er een probleem met de jeugd in Wijchen? Nou, niet in het algemeen, maar wat wel duidelijk is, is dat er een grote toename is aan gedragsproblemen. Ook leerproblemen. Sla de krant open, kijk naar de boeken die te koop zijn of te lezen zijn hier in de bibliotheek. Gedragsproblemen zijn actueel en komen veel voor. Ik zie gedrag altijd als een gevolg van iets. En mijn ervaring is dat er heel vaak op het gedrag gereageerd wordt, terwijl ik graag op zoek ga naar de oorzaak van gedrag. En daarom ben ik... En wat bied je dan? Ik bied in ieder geval de maand mei. In de maand mei bied ik de gasten van de bibliotheek de kans om met mij in gesprek te gaan. Ouders, professionals, familieleden, iedereen is welkom met vragen. Want ik merk dat het heel lastig is voor ouders om professionele hulp in te schakelen. Ik bied professionele hulp, maar ik ben hier aanwezig voor advies, voor het geven van advies. Kan ik elke dag terecht? Elke dag, bijna elke dag. Ik heb een programma opgesteld. 3 themaweken. De eerste week is gedrag, het thema van de week. In de tweede week leren. En in de derde week is er aandacht voor wat gezinnen nodig hebben. Ook nieuwe gezinnen, dus bijvoorbeeld echtscheiding. En deze die is bij de bibliotheek te halen. En daar staan de dagen op vermeld waarop ik hier aanwezig ben.